een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Ik heb de berg, valt eruit, en thuis. Deze twee kaarten. Het is nummer 6 en nummer 27. Misschien betekent het iets voor je. Misschien ook niet. even kijken. Nou, wat ik zie, de berg staat voor een obstakel, hè? Wat in de weg staat. Het kan zijn in de vorm van iemand, van een persoon. Hè? Deze berg heeft een gezicht op de kaart. Er staat een gezicht op. Het is nu de tijd om voorbij het obstakel te gaan. Hè? Dus wat je kan doen is er langs gaan. Dat is de makkelijkste weg. Je kan er ook dwars doorheen gaan. Dat is wat lastiger, maar ja, wel mogelijk. Het is ook een manier. En met thuis, ja, dit is wel een hele mooie boodschap. Thuis is altijd in jezelf, hè, waar je hart ligt. Dus niet zozeer bij iemand anders of bij... een bepaalde plek, maar vooral waar jouw hart ligt. En dan het liefste in jezelf natuurlijk. Nou, het kan ook duiden zeker op een verhuizing die er aan zit te komen. Bekers 2. Deze berg heeft te maken met jouw soulmate. Want wat ik hier zie is iemand die je maar niet los kan laten. Die jou niet los kan laten. Deze persoon, deze energie houdt zich heel erg aan jou vast. As van staven, dus we zien een hele sterke aantrekkingskracht. Hele sterke chemie. Dus dat kan zeker zijn hoe het is begonnen tussen jullie. Hè? Dus dat je eigenlijk gelijk... Toen je deze persoon ontmoette of aankeek, dat je gelijk dat voelde, hè? Die aantrekkingskracht, is geheel wederzijds. En een hele sterke connectie, hè? Ik zie dat dit iemand is... dat jullie heel verschillend zijn. Dus heel verschillend in karakter, maar ook heel verschillend in uiterlijk. Maar het gevoel wat ik hierbij krijg is een beetje van een verboden liefde. Dus een liefde die er eigenlijk niet mag zijn. En toch... wel echt in het geheim plaatsvindt. Dus in het geheim plaatsvindt, het kan zeker zijn dat het... dat er op dit moment... Ik denk wel dat er gewoon contact is. Ik denk niet dat het echt een periode is van geen contact. Dat het zo heftig is. Het zou best kunnen dat je deze persoon... af en toe tegenkomt of daar af en toe gewoon contact mee hebt.
Maar dat er verder niet zo heel veel gebeurt op dit moment. Het zou in het verleden wel zo geweest kunnen zijn. Dus dat er in het verleden wel het een en ander is gebeurd tussen jullie. Ja? Want nou ja, die aantrekkingskracht die is echt heel erg sterk. Dus het zou zomaar kunnen dat jullie daar wat mee hebben gedaan. Hè? En toen is het wat rustiger geworden. Misschien doordat het een verboden liefde is. Misschien... Ja, doordat er iets anders is voorgevallen. Dus wat ik eigenlijk zie, is dat jij of die ander, jouw soulmate, hè, dat was de eerste kaart gelijk al. Dus dat jullie, nou ja, een van jullie of misschien allebei al in een andere relatie zitten. En daardoor kan het natuurlijk een verboden liefde zijn. Een andere reden kan zijn... Bijvoorbeeld, als dit een, iets is wat op het werk ontstaat, hè, dat je misschien dat niet gelijk naar buiten wil brengen. Misschien is dat het verschil ook wat ik zie, hè, tussen jullie. Dus dat er een verschil is. Het kan ook zijn een verschil in de stand, zeg maar, hè, waar je vandaan komt of... in de, nou ja, bijvoorbeeld als je ergens werkt en dit is je leidinggevende zoiets, hè. Ik denk dat, zeg maar, de communicatie die er is op dit moment gewoon over van alles en nog wat gaat. Dus bijvoorbeeld over het weer. Of over mensen die jullie allebei kennen of... zoiets, hè. Het gaat niet zozeer over jullie. Maar dat is wel waar deze persoon wil dat dat naartoe gaat. Hè? Dat jullie daar meer gesprekken over hebben. Wat jij waarschijnlijk ook zelf wilt. Dat het verder gaat, dat het dieper gaat. Ik heb wel het gevoel dat je door deze connectie te onderhouden, zeg maar, heel veel op het spel zet. Dus dat je veel te verliezen hebt eigenlijk. Misschien vooral die andere persoon of ja, misschien wel jullie allebei, hè. Dat je een hoop te verliezen hebt en dat het... ja, toch gevaarlijk is om hiermee door te gaan, hè? Dan zou het beter zijn waarschijnlijk om die keuze te maken van tevoren. Dus eerst over je huidige relatie bijvoorbeeld. Te denken, is dit wat ik wil? En je daarna pas eigenlijk met deze persoon bezighouden. Want ja, heeft deze relatie kans van slagen? Waar gaat het naartoe? Dat is iets wat je misschien liever van tevoren wil weten. Zeker als je alles op het spel zet. Hè? Als je dreigt om alles te verliezen wat je hebt opgebouwd. Dus heeft deze relatie kans van slagen? Of ben je straks echt alles kwijt? Dat is de vraag die ik hier centraal zie staan. Hoe gaat het verder? Hè? Wat zegt de toekomst? Wat zien we in de toekomst gebeuren? En vooral ook superbelangrijk, wat gebeurt er met deze persoon in de toekomst?
Want in hoeverre kun je erop vertrouwen dat dit het pad is voor jou, hè? Want kijk, ik kan heel duidelijk zien, hè, van dit is jouw soulmate. Dit is een soulmate connectie. Ik zie zeker weten een terugkeer van die connectie, hè. Ongeacht wat er op dit moment aan de hand is, hè. Of er nou wel of geen contact is, hoeveel contacten, wat er allemaal gebeurt in het hier en nu. Het universum heeft bijzondere manieren om jou te brengen naar waar je moet zijn. En ik zie dus die terugkeer. Sowieso gebeuren in de toekomst. En dan sta je dus eigenlijk voor die keuze, hè? Want voor nu is het kiezen niet echt een prioriteit, zie ik. Er ligt een pad hier voor jou, het voorbestemde. Er ligt een heel mooi duidelijk pad. Kijk, wat ik zie, zoals het was, gaat het niet meer worden. Zo erg als het was, gaat het niet meer worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog een lastige tijd aankomt. Hè? Met stress, piekeren, wakker liggen. Voor beide, hè? Voor jou en voor jouw soulmate. En dat is het ook, want je hebt niet alleen met jouw eigen pad te maken, maar ook met het pad van jouw soulmate. Kijk, jij kan besluiten van nou, dit is wat ik wil, ik ga die stappen zetten. Dan nog, als je bij die uitkomst wil komen, hè, van dat jullie samen in een relatie zijn, heb je niet alleen met jezelf te maken, maar ook dus met deze persoon, met jouw soulmate. En ja, wat gaat die doen? Gaat die ook die keuzes maken? Volgt die ook dat pad wat jij volgt? En moet je daar je keuze van laten afhangen? Dus, lastig. Oké, ik ga verder met de legging in de verlenging. Ik ga kijken hoe dit gaat verlopen. Hè. We gaan naar de keuzes kijken die er gemaakt kunnen gaan worden. En de uitkomst daarvan. Altijd een keuze die je zelf maakt, hè. Vrije wil, jouw keuze. En ja, ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving van de video. Dus nou ja, misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan nou, zie ik je de volgende keer weer. Oké.